Het is weer tijd voor 3D. En wat ik hier heb is een A5 velletje. En die vouw je precies door de midden. Ik wil een Stairway to Heaven gaan tekenen. En ik doe dat met een fineliner. En waar je mee begint, is eerst het trekken van een schuine streep precies tot die vouw. Dan trek je nog een lijn. Als je goed kijkt, dan zie je dat die lijn van onder naar boven taps toe loopt. Dus het wordt steeds wat smaller naar boven toe. Dan bepaal je ongeveer waar je de tweede kant van de trap wilt hebben. En die laat je taps toelopen ook weer naar die punt toe. En dan teken je een schuin boogje daarboven. Dat wordt de deur of de poort. Dan gaan we de traptreders erin tekenen. Onderaan zijn ze het breed en voor iedere trap trek ik 3 lijnen. Dan komen we weer bij de vouw. Ik teken ook even de andere kant van de trap erin. En dan gaan we langzaam naar boven. Naar boven toe zet ik de lijntjes steeds wat dichter bij elkaar. Dan teken ik weer de zijkant erin, tussen de treden door. Dan pak je een blauw kleurpotlood. En dan tekenen we een mooie witte wolk erin. Dus ik teken dit met het blauwe kleurpotlood. Want achter die wolk ga ik dus de lucht blauw maken. Ik probeer precies tot het blauwe lijntje eigenlijk de boel in te kleuren, zodat die wolk er mooi wit uitspringt. Hetzelfde doe ik een klein beetje onder de wolk. Dan is het tijd voor de schaduw van de trap. Eerst teken ik weer een gebogen lijn. En dan gaat die lijn naar de andere kant van de trap. Dit is de dikte van de schaduw. En ik teken dat in met een grijs kleurpotlood. Ook hier naar de punt toe wordt het steeds wat fijner. En dan teken ik al die traptreden schaduwen erin. Dan gaan we de trap zelf ook een kleur geven. Je kunt natuurlijk kiezen welke kleur je maar wil, maar ik heb gekozen voor bruin. Aan de rechterkant, ik moet nog even die lijntjes erin zetten, die schuine lijntjes. Maar aan die rechterkant kleur je dat in met de kleur die je gekozen hebt, maar om de traptreders heen. Dan maak ik de zijkanten van de traptreders ook nog een beetje met kleur aan één kant van de trap. De binnenkant van die poort bovenin, die kleur ik ook in met blauw. Want dan is het net alsof die trap of die ladder helemaal de wolk ingaat. Ik kleur de lucht nog een beetje extra bij en de linkse kant maak ik donkerder dan de rechtse kant. Nou, dan hebben we hem.
En nu is het zaak om hem in de goede hoek te gaan zetten, zodat die trap recht lijkt te worden. En dan kijk je dus door je fotocamera heen. En dan ga je dus in de hoek kijken wat het beste plaatje op gaat leveren. Hier ben ik aan het kijken en aan het zoeken tot de lijn recht wordt. Hier heb ik hem. Dan kun je een foto maken, maar het is natuurlijk ook leuk om het helemaal een beetje te filmen. Ik wens jullie er in ieder geval heel veel plezier mee. Doe je best. Ik hoop op een dikke duim omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende tekenles.